die tweedeling die je nu ziet, van de rijken wordt rijker en de armen worden armer. Mm-hmm. Ik denk niet dat het goed zou zijn. Dat het goed is. Wat zou de oplossing zijn? Basisinkomen, denk ik. Voor iedereen. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Zouden mensen eens even naar kunnen kijken. Maar ik denk een basisinkomen voor iedereen, dat al een bodem geeft waarop mensen beter overeind kunnen blijven dan nu. Mm-hmm. Je vermijdt daarmee een heleboel ambtelijke schijven. Kostenbesparend. Ik bedoel, daar zit. Maar dat is iets wat in het systeem niet zo gauw verandert. Jos, hadden jullie nodig om een voedselbank op te zetten? Dus ik weet niet of de overheid nu al in staat is.